Ja, Borver Kroos was al meerdere keren te gast bij mij om te vertellen over zijn vlinderziekte, pijnlijk aangeboren. De film over zijn leven, want dat wilde hij heel graag, ging in première in Tuschinski. Dat was afgelopen zaterdag, een dag waar Bor enorm naartoe heeft geleefd. Borver Kroos lijdt pijn, maar niemand zal hem dit moment ontnemen. En om alvast in de stemming te komen, krijgt Bor een dag voor de première nog een lieve boodschap van een bijzondere vrouw. Ik wil je ontzettend veel plezier wensen met de première van je film. En ik ben onwijs benieuwd om hem te zien. En dat ga ik zeker doen. Dus een hele dikke kus van mij. Die is binnen. En als de loper is uitgerold en de camera's op scherp staan, maakt Bad Boy Bor een entree waar Hugh Hefner nog wat van kan leren. De vrouwen, de limo en de glamour. Het is prachtig, maar de film zelf is wat zwaardere kost. Emotioneel. Iemand die zichzelf zo puur en bloot neerzet. Ja, dat raak je echt tot in het diepste. Dat Bor sterker is dan hij lijkt. En dat gewoon, ja... Je moet blijven vechten voor wat je wil eigenlijk. Als de hele wereld behept zou zijn met zijn talent en zijn humor en zijn optimisme, nou, dan zou er geen probleem meer zijn. Bor. Nou ben je een aantal keer hier bij me geweest aan tafel en iedere keer zag ik je op een andere manier. De ene keer was sterker dan de andere keer. Hoe gaat het nu met je? Ja, fysiek kan ik niet anders zeggen brakker dan ooit. Maar ik leef op de euforie van de afgelopen dagen. Natuurlijk die fantastische zaterdag. Die moet nog helemaal bij me inlanden. Ik zit helemaal in een soort droom. Een daas van een fantastische dag. Met zoveel mooie mensen om me heen. Met zoveel lieve commentaren. Zoals je vanavond hebt kunnen, zoals je net hebt kunnen zien. En... een hele lieve boodschap van Katja Schuurman. Ik weet niet waar de camera staat, maar... muah, dikke handkus terug ook. En super dank voor dit hart onder de riem. Er waren ontzettend veel leuke mensen op de première... die echt de film voor het allereerst hebben gezien. Ja. En die ons een ontzettend warm hart onder de riem hebben gestoken. Ik zit nog steeds in een droom. Nou, kijk, de mensen die ons gevolgd hebben, die kennen jouw verhaal. Je hebt de vlinderziekte, een ziekte waarbij je huid eigenlijk heel snel loslaat. Je hebt ontzettend veel pijn, heel veel geopereerd ook. Ja. En je hebt ook een aantal keer aangegeven, ja, weet je, ik trek het zolang ik het kan trekken. Heeft die film, want dat was echt een doelstelling van je, je leefde er echt naartoe. Heb je een nieuwe doelstelling of zeg je van, nee, nu is het klaar, nu is het mooi geweest? Nee, ik heb zeker een nieuwe doelstelling. Gelukkig. Ik heb altijd gezegd, dit is de eerste première. En deze première is bijgewoond door best een exclusief publiek. Van hele lieve vrienden, mensen die aan de film hebben meegewerkt. Familie, grote donateurs. Mensen die al hun ziel en zaligheid in deze film gestoken hebben. Maar première, zoals het woord eigenlijk al suggereert, is een begin. Een begin van iets nieuws. En we hebben eigenlijk nu een ruwe diamant gemaakt... die we wel verder willen polijsten naar een internationaal resultaat. Ik zeg de filmfestivals van Cannes of Berlijn of de ITVA. Je hebt gelijk. En ik weet niet of ik het zelf qua lichaam nog kan meemaken... maar de ambitie is er. Luister, laten we dit afspreken. Ik bouw aan de legende. Blijf bouwen aan die legende. Blijf me op de hoogte houden. En we blijven je gewoon volgen bij alles wat je doet. Laten we dat afspreken. Supercool. Borver Kroos, dames en heren.